Hoi, ik ga je wat vertellen over biologie, hoofdstuk 5.1, over planten bekijken. Dit hoofdstuk gaat over de organen van een plant, de wortels, bladeren, de stengels en de bloem. Nou, het gaat niet zozeer om de bloem, maar wel over de andere drie onderdelen van de plant in dit hoofdstuk. Kijk maar eens even naar de bladeren. Als je de bladeren ziet, die geven de stevigheid van de bladeren, die komen door de hoofdnerf. En de hoofdnerf, dat is eigenlijk een soort geraamte van de bladeren. Die heeft natuurlijk aftakkingen, de zijnerven, en daartussenin weer hele fijne nerven. Tussen die hele fijne nerven in zit bladmoes. Bladmoes is het zachte gedeelte van de plant. Daar zitten al die zachte plantencellen. En het bladmoes, misschien wel heel leuk om te ontdekken wat bladmoes nou eigenlijk is. Want stel je voor dat je een blad van een boom afplukt en je legt hem op een mierenhoop neer. Die mieren die gaan eten aan het blad. De fijne nerven, de zijnerven en de hoofdnerf, die zijn een beetje taai. Die zijn van houten cellen gemaakt en dat is een beetje te hard voor ze. Maar bladmoes is lekker zacht. Dus het bladmoes eten ze op. Nou, je kunt je wel voorstellen wat er dan gebeurt. Je ziet dus eigenlijk een heel fijn netwerkje ontstaan van alle nerven. En het bladmoes wordt er tussenuit gegeten. Misschien wel leuk om een keer te doen. Als je een blad doorsnijdt, dan zie je hier in het midden zo'n nerf zitten. Aan de onderkant van het blad zitten de huidmondjes. Die huidmondjes die heb ik hier nog een keer uitvergroot, half achter mijn portretje. En dat zijn een soort plantencellen. Die kunnen dus open en die kunnen dus dicht. Dat kan een plant zelf doen. Stel je voor dat het heel erg warm is, dan kan een plant zeggen: ik doe mijn huidmondjes dicht, waardoor er minder vocht verdampt. Als het wat bedekter weer is, dus met meer wolken en dat soort dingen allemaal, dan kunnen ze weer open gaan staan. Heel mooi systeem. Zo'n plantencel die bestaat uit een celwand. Die celwand, daar gaan we het straks nog even uitgebreider over hebben. Daarin zit een celmembraan. Dit zijn die bladgroenkorrels. Heb ik hiernaast nog een keertje wat groter staan, net als in je boek. Die bladgroenkorrels zijn eigenlijk een soort kleine fabriekjes in de bladeren. En die zorgen ervoor dat als er zonlicht opvalt, dat ze dus aan het werk gaan. Hele goede, intelligente dingen. Dan heb je natuurlijk nog een celkern. En de vacuole, de inhoud van de cel. Een plant, als je die uit de grond zou halen, dan zie je allerlei soorten wortels zitten. Je ziet hoofdwortels. Die zijn er eigenlijk vooral voor om niet om te vallen, want je moet wel een beetje stevigheid hebben als plant om in de grond te staan. Je hebt zijwortels en aan het eind heb je de wortelharen. De wortelharen, het naam zegt het al, de wortelharen zijn zo dun als een haar. En die nemen al het water en de mineralen op en die sturen het naar boven in de plant, naar de bladeren en naar de bloemen en zo. Die wortelharen zijn zo ontzettend dun dat je heel erg moet oppassen dat je ze niet beschadigt. Stel je voor dat je een plant uit de grond gaat halen. En ik leg hem bij heel zonnig weer eventjes neer op de grond. En ik ga een nieuwe kuil graven. En hij heeft een kwartier in de brandende zon gelegen. Dan kunnen die wortelharen al doodgaan aan de buitenkant. Want de zon die staat daar zo op te stralen. En die drogen al die wortelharen uit. En als een wortelhaar dood is, ja, dan is hij dood en dan gaat hij niet meer leven. Dus zorg ervoor dat als je een plant uit de grond haalt, dat je zijn wortels even afdekt, vochtig houdt. Of direct in een andere kuil zet. Hier zie je de stengel van een plant. Hier uitvergroot zie je een vaatbundel. Aan de buitenkant van de vaatbundel zie je altijd de bastvaten zitten. Aan de bastkant, de bast is de buitenkant van een stengel. Bastvaten. Bastvaten die vervoeren afvalstoffen en water naar beneden. Vanuit de bladeren via de stengel naar de wortel. Als je kijkt naar de houtvaten aan de binnenkant, die vervoeren juist vanuit de wortels water, mineralen en dat soort dingen omhoog in de plant. Goed onthouden dus, verschil tussen houtvaten en bastvaten.
Nog een keer de doorsnede van een blad. Hier zie je een huidmondje. En dat huidmondje, dit huidmondje staat een klein beetje open. En je ziet met de blauwe pijl, er kan dus lucht naar buiten, maar er kan ook lucht naar binnen toe. Dus daar kun je dus gaswisseling krijgen. Het huidmondje kan dus dicht staan, kan ook open staan. Wat geeft een plant nou stevigheid? Nou, als je naar de linkertekening kijkt, staat ook in je boek, dan zie je dat de buitenkant van de cellen bij een houtachtige plant heel dik zijn. En op een gegeven moment zijn die cellen wat ouder en hebben ze geen functie meer aan de binnenkant. Dus de bladgroenkorrels en zo, die zijn er niet meer. Dan kan het zo zijn dat de celinhoud helemaal verdwijnt. De buitenkant die blijft nog wel. En die geeft de plant stevigheid. Denk maar aan de stam van een boom of de stengel van een struik bijvoorbeeld, hè? De stam van een struik. Als je kijkt naar een cel die nog in dienst is, dan zie je dus hier nog wel alle onderdelen erin zitten. En daarna verdwijnt die celinhoud en hou je dus alleen maar het frame over, alleen maar de buitenkant. En als laatste dia heb ik hier de vergelijking tussen de kruidachtige plant en de houtachtige plant. De kruidachtige plant, je ziet hem hier mooi rechtop staan. Die heeft genoeg water, maar als ik hem te weinig water geef, dan gaat hij slap hangen. Hoe komt dat? Nou, je ziet hier de cel van zo'n kruidachtige plant. Die heeft een dunne celwand. Daardoor kan veel water ontsnappen en daardoor gaat hij gelijk slap hangen. Vergelijk ik het met een houtachtige plant, dan zie je hier de tak van een struik of een boom. En als ik die te weinig water geef, blijft die tak nog steeds rechtop staan. Maar de bladeren en de bloemen die eraan zitten, ja, die gaan wel slap hangen. Maar de takken blijven rechtop staan. Dat komt doordat die celwanden zo verhout zijn. Zo noemen we dat, verhout. Dus dat is het verschil tussen een kruidachtige en een houtachtige plant. Kijk nog een keer heel goed het boek door. Maak de opdrachten in je werkboek. Veel succes!